Zoals jullie misschien gelezen hebben, zijn sterrenkundigen begonnen met de bouw van de grootste radiotelescoop aller tijden, de SKA. Ik heb eerder al vermeld hoe origineel sterrenkundigen wel die zijn als het aankomt op namen bedenken. Zo zijn er de Very Large Telescope, de Very Large Array, de 30 Meter Telescope, de Extremely Large Telescope en de Overtreffende Trap, de Overwhelmingly Large Telescope. En nu dus een nieuwe doorbraak in acroniemen, de SKA, oftewel de Square Kilometer Array. Een telescoop waarvan alle elementen gezamenlijk een oppervlakte zouden moeten hebben van 1 vierkante kilometer. Het originele idee van de SKA ontstond al in de jaren 80 van de vorige eeuw en komt van Nederlandse bodem. Het waren namelijk astrosterrenkundigen die voor het eerst met het idee van een telescoop van een vierkante kilometer op de proppen kwamen. Althans, zo beweert Astron. Ik ben zelf toevallig heel bekend met de SKA. Nadat ik in 2006 gepromoveerd was in de sterrenkunde, werd ik gevraagd om naar Engeland te verhuizen om daar het grondwerk te doen van deze reuze telescoop. Ze hadden een jong persoon nodig die analytisch bekwaam is, daadkrachtig, goed kan programmeren, de Engelse taal vloeiend spreekt en schrijft en communicatief vaardig is. Het belangrijkste van allemaal, ze waren wanhopig op zoek. De klok tikte, maar er was niemand die werkte aan pulsaronderzoek. Over pulsars heb ik het al eerder gehad. Het zijn heel compacte sterren met een zeer sterk magnetisch veld. Ze zenden radiogolven uit die we kunnen gebruiken als super nauwkeurige klokken. En het onderzoek naar pulsars vormde 2 van de 5 hoofdtaken van de SKA. Men voorzag dat de SKA zoveel pulsars zal gaan vinden, dat er ook pulsars bij zullen zitten die rond een zwart gat draaien. De ruimte rond een zwart gat is vervormd door de immense zwaartekracht van het zwarte gat. De radiosignalen van zo'n pulsar reizen dan door die gekromde ruimte. En dat zou ons heel veel vertellen over de eigenschappen van zwarte gaten en hoe zwaartekracht werkt. En pulsars komen met een bonus. De radiopulsen van een pulsar reizen namelijk een verre afstand door de ruimte. En in de ruimte reizen ook zogenaamde gravitatiegolven. Dat zijn ook vervormingen van de ruimte die zich voortplanten als een golf. Als je heel veel pulsars over de hele hemel heel vaak waarneemt, dan zou je hypothetisch gravitatiegolven moeten kunnen waarnemen. Met nog een paar jaar te gaan, voordat we met de bouw van de SKA wilden beginnen, moest dit onderzocht worden. En dat was mijn taak. Onderzoeken hoeveel en wat voor pulsars de SKA zou kunnen ontdekken, en hoe je daar fantastische wetenschap mee zou kunnen doen. Destijds was de voorspelling dat we met 2 miljard euro zo'n 2000 schotels konden bouwen met een totaal oppervlakte van 1 miljoen vierkante meter. Maar er ging heel veel mis. De telescoop viel zo'n 10 keer duurder uit. En er kwam politieke bemoeienis over waar de telescoop gebouwd moest worden. Australië, Zuid-Afrika, China of Amerika. Iedereen wilde de telescoop, want dat betekent werkgelegenheid en prestige. En dat ligt politiek lekker. Er kwam een commissie om het te onderzoeken.
en toen nog één. En uiteindelijk besloot men dat men er niet uitkwam. Er bleven twee kandidaten over, Zuid-Afrika en Australië. Met name Australië wilde per se dat de telescoop in eigen land kwam, want, zo beweerden ze stevast, zij hebben de allerbeste locatie. Daar mocht geen twijfel over bestaan. De jaren vlogen voorbij zonder enige beslissing. Totdat een onderzoek uitwees dat Zuid-Afrika toch echt de beste papieren had om de telescoop te huisvesten. Op dat moment zei Australië daadkrachtig: prima, dan doen wij gewoon niet meer mee. Jullie kunnen fluiten naar onze centen. En die aankondiging kwam nadat de Verenigde Staten zich ook al hadden teruggetrokken uit het kostbare project. Al met al, de vierkante kilometer telescoop zat in geldnood. En dus kwam men met de meest briljante oplossing die sterrenkundigen ooit hebben bedacht. Een Salomons oordeel werd geveld en de telescoop werd in tweeën gehakt. Een deel wordt nu gebouwd in Zuid-Afrika en een deel in Australië. Dat betekent dubbele kosten voor alle infrastructuur, zoals wegen, gebouwen, computercentra, internet, personeel en energievoorzieningen. Ja, het telescoop moet gebouwd worden op een zeer afgelegen locatie, anders heb je last van radiostoringen. Deze extra kosten komen niet ten goede aan de kwaliteit van de telescoop. Integendeel, je hebt twee keer zoveel punten waar het fout kan gaan. En omdat de aarde een bol is, kun je vanuit Zuid-Afrika en Australië niet tegelijkertijd alle sterren zien. Daarmee beperk je waar je naar kunt kijken. Ook de atmosfeer is anders. Dat betekent dat je voor iedere waarneming met halve middelen twee onafhankelijke kalibraties moet uitvoeren om een scherp beeld te krijgen. Effectief wordt de SKA daarmee gewoon twee losse telescopen voor de prijs van twee losse telescopen. Maar op deze manier bleef Australië binnenboord en dus ook hun geld. Er werd besloten om de telescoop kreupel en duur te maken, zolang dat maar betekende dat de sterrenkundigen extra geld kregen. Geld dat anders had kunnen gaan naar ander onderzoek. Of onderwijs. Of zorg. De betreffende sterrenkundigen zagen het probleem niet. Ze kregen toch hun geld? En dus hun telescoop? Ze noemden deze oplossing doodleuk, een win-win voor iedereen. Maar zelfs met Australië aan boord bleken de plannen van de SKA te ambitieus. Er kwam een redesign, een rescope, toen kwam er een rebaseline. En uiteindelijk besloot men om maar kleinschalig te beginnen. In plaats van 2000 schotels komen er nu slechts 197 schotels. Maar wel voor de originele prijs van 2 miljard euro. Oké, even kijken. 197 schotels van 15 meter diameter. Dus een straal van 7,5 meter. Keer 7,5 meter kwadraat. Maal pi. Dat geeft de totale oppervlakte van alle schotels gezamenlijk. En dat is dus ongeveer gelijk aan 35.000 vierkante meter. En de vierkante kilometer, dat is 1000 meter. 1000 meter keer 1000 meter. Dat is 1 miljoen vierkante meter. 1.035.000. Maar er komen ook dipole antennes. U weet wel, van die metalen klerenhangers die vroeger overal op de daken stonden. Daar gaan ze er 130.000 van produceren. Dat tikt aan
maar nog altijd geen vierkante kilometer. Bovendien zijn die dipoolantennes laag frequent. En daar kunnen de originele doelstellingen van de SKA bij lange na niet mee gehaald worden. Maar goed, na een politieke vertraging van zo'n 10 jaar... zijn Australië en Zuid-Afrika nu eindelijk begonnen met de bouw van de grootste radiotelescoop ooit. Op zich is dat een prachtige gebeurtenis. De telescopen, zullen fantastische ontdekkingen gaan doen waar ik erg naar uitkijk. En waar ik ook heel graag enthousiaste en inspirerende verhalen over wil gaan vertellen. Maar ik zou zo graag willen zien dat sterrenkundigen en kranten een keer het volledige ongezouten verhaal vertellen en niet alleen de gefilterde propaganda. Ze spenderen immers ons belastinggeld. Het afgelopen jaar heb ik mijn best gedaan om te laten zien dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is. Er is heel veel mis met de sterrenkundige gemeenschap waar helemaal niemand over praat. Niettemin komen er fantastische ontdekkingen voort uit het onderzoek van sterrenkundigen, en het is mijn hoop dat die verhalen de komende jaren weer de overhand krijgen. Ik wens iedereen gelukkige feestdagen, een hele fijne jaarwisseling en tot volgend jaar!